Welkom bij onze video over applicatietechnieken voor vlakke oppervlakken. Applicatie op vlakke ondergronden is een basistechniek, vaak de rakeltechniek genoemd. Als je deze op de juiste manier gebruikt, help je spanning in het materiaal te beheersen en heb je de manier van aanbrengen onder controle. Hoewel het misschien heel eenvoudig lijkt, vereist het wel training en oefening. En als elke goede foliemonteur dit heeft moeten leren, geloof dan maar dat jij het ook moet leren. Laten we beginnen. Gebruik magneten om het geselecteerde materiaal in de juiste positie te plaatsen. En gebruik een meetlint om te zorgen dat de positie correct is. Verwijder de folie van het rugpapier zodat een klein deel van de folie zichtbaar wordt. Buig het rugpapier zodat je 1 tot 2 cm van de folie kan aanbrengen, beginnend vanuit het midden. Dit is je scharnier. Door het rugpapier niet helemaal te verwijderen, kun je de folie bij de basis vastpakken en heb je totale controle over de spanning in je folie. Verwijder je het rugpapier, zal je folie moeilijk gelijkmatig onder controle te houden zijn. Nu beginnen we te rakelen. Het eerste waar we goed op moeten letten is je greep en positie. Door je rakel juist vast te houden, krijg je de juiste beweging, druk en controle. Houd de rakel dicht bij het oppervlak van het voertuig, zoals hier. Niet op deze manier. De andere hoek waar je over na moet denken is hoeveel je horizontaal moet kantelen. Het zou slechts een kleine hoek moeten zijn. Zoals hier. Niet zoals hier. Nu bewegen we de rakel. Begin het van de ene kant naar de andere. En spreiden de folie met overlappende streken naar de randen. Zoals hier. Je moet behoorlijk wat druk uitoefenen met je rakel. Maak je geen zorgen over te hard duwen. Terwijl je met één hand vloeiende bewegingen van de ene naar de andere kant maakt, gebruik je je andere hand om een constante spanning op het materiaal te houden doordat je de basis vasthoudt. Je weet dat je rakeltechniek juist is wanneer je met elke beweging van je rakel de spanning naar de randen duwt. Als je het goed doet, heeft de lijn van je applicatie een ronde vorm die op een glimlach lijkt. Doe je het verkeerd en je ronding is ondersteboven, creëer je spanningsplooien die moeilijk glad te strijken zijn. En met elke streek wordt het alleen maar moeilijker om het materiaal onder controle te krijgen. Iedereen maakt fouten, dus als je een luchtbel of een plooi ziet, trek gewoon de folie wat terug. Indien nodig, de folie lichtjes verhitten en opnieuw beginnen. De folie is vergevensgezind en oefening baart kunst. Als je klaar bent met de applicatie, moet je nogmaals controleren of het correct is aangebracht, door het oppervlak nog een keer aan te rakelen. Verschijnen er luchtbellen of plooien, gebruik dan je vinger met handschoen om ze te verwijderen. Gebruik wat hitte indien nodig. Als de applicatie klaar is, ga dan met je vinger over alle randen om ze nog een keer extra stevig aan te drukken. Het is een goede gewoonte om matige warmte te gebruiken ter ondersteuning. Mooi resultaat! Samengevat zijn de belangrijke stappen en technieken om te onthouden. Positioneer het materiaal correct. Pak je rakel vast onder de juiste hoeken. Beweeg van de ene naar de andere kant. En zorg ervoor dat de spanning naar buiten gewerkt wordt. Keep tension while holding the backing paper area. Heb je een grote plooi of bubbel? Trek de folie een beetje omhoog en begin opnieuw. Heb je een kleine plooi of bubbel? Gebruik je vinger en een beetje warmte om deze te verwijderen. Gebruik tenslotte je vinger met handschoen en een hete luchtpistool om langs alle randen te gaan. Om ervoor te zorgen dat deze goed worden aangebracht. Dit zijn de essentiële rakeltechnieken die ik en mijn collega-trainers je kunnen helpen leren en beheersen.